Op het grote Wenceslasplein in het centrum pakken we een taxi naar een restaurant dat we op internet hebben gevonden. Trinity genaamd. Oké. Yes? 400 fixed price, taxi. Sorry? 400 fixed price. 400, hoeveel is dat? 400. Dat is 16 euro. 400 euro. 400 euro? Ja. We hebben geen idee hoe ver het rijden is, maar hij doet zijn meter niet aan. Hier staat gewoon de prijs op een bordje voor mijn snoep. Op een tarieventabel op het dashboard zie ik dan veel lagere prijzen staan. Wat is dit? Centerprijs. Huh? Centerprijs. Centerprijs. Maar wij moeten blijkbaar buiten het centrum zijn. Best gek. Where we go now is outside center. My English. Not good. Sprak hij net nog een woordje Nederlands? Nu kan hij geen eens Engels meer verstaan. Na 6 minuten geeft hij aan dat we er zijn. En we zijn nog steeds in het centrum. Should we go out here? No right, no left, this. This square. You don't matter what this address, this square. This left, right. Dat is ook veel geld. Hij legt uit dat het restaurant een stukje verderop om de hoek ligt, maar dat hij daar met de taxi niet kan komen. We moeten hier dus 16 euro voor betalen omgerekend. Do you think normal price 400? Yeah. For this? Yeah. No. Yes. Really? De zoveelste oplichter dus. Maar deze keer is er meer aan de hand. Top. Hebben jullie eens even een lekker happy. Kijk hier, dit is gewoon waar wij waren. Ja. Het is gewoon 1 meter lopen van waar we vandaan komen. Wow, dat is heel erg. Dus heel erg. Maar we gaan terug naar die man. We zijn daar opgestapt. En toen zei hij, ja, het is tarief voor buiten het centrum. En toen heeft hij ons helemaal rondgereden, zijn we daar weer uitgestapt. Ja. Dus gewoon 30 meter van waar we zijn opgestapt. We gaan even een verhaal halen. Hij is gewoon rechtstreeks teruggereden naar onze opstapplaats. Inderdaad, 1 minuut lopen. Money back. Money. You dropped us there. Only 100 meter. 400. Volkszone. 400 kronen, only there. Salut, Volkszone. It's crazy. Huh? Money. I called police. Police! It's not good. You could have told me it's there. I didn't know. You should tell me. Een beetje geld weg. Ik krijg tenminste je geld terug. Wat een idioot. Het probleem met de taxis is hier zo enorm dat de burgemeester van Praag in 2012 hoogstpersoonlijk een onderzoek heeft ingesteld. Verkleed als Italiaans toerist nam hij de taxi en ontdekte tot zijn eigen verbijstering dat hij bij de eerste de beste rit al 5 keer de normale prijs moest neertellen. Deze bijzondere undercoveractie heeft groot de lokale kranten gehaald en sindsdien zet de Praagse politie regelmatig neptoeristen in. Het heeft geresulteerd in een groot aantal bekeuringen. Maar het probleem blijft enorm.